Goedemorgen allemaal, het is vandaag 2 juni en dat betekent dat het weekend weer is en dat we lekker met het weekend vrij kunnen reizen. Vandaag is mijn draaigenoot, de racegenoot is voor vandaag Julian. Wij staan hier momenteel in Hengelo, als het goed is moet er zometeen wat moois voorbij komen rijden. Ja, een draaiorgel. Een draaiorgel. En daarna gaan wij in de richting van Amsterdam. Kom lekker met ons mee, het wordt weer een dag vol met geen idee waar we naartoe gaan. Nou, we gaan het weer proberen, dames en heren. Jammer. De dag begint al goed met plus 20. Let's go. Nou, we hebben pech na anderhalf uur hier gestaan te hebben. We hebben nog steeds geen stoomtrein gezien. En de berlijn komt met plus 35 zometeen aan. Dus die pakken we maar gewoon en dan zien we wel verder. Nou, deze verleiding nemen we in de richting van Amsterdam. We werden net op het perron al een klein beetje gepest namelijk, want we hoorden namelijk gewoon de stoomtrein in de verte. Kutzooi. Let's go! Aangekomen op Amsterdam Centraal. Nou, mooie meervallen gezien we nu Amsterdam zijn. Komt over ongeveer 20 minuten komt die stoomtrein binnen. Als het goed is kunnen we nu wel op de film zetten. Ja, en is ook een beetje een hekel aan ons, want de dag gaat van ja, positief naar negatief. We kunnen de stoomtrein filmen, dat is goed, maar de ICNG is kapot. Ja, dat ben je kapot klein eigenlijk. Nee, top. De stoomtrein is op een ander spoor binnengekomen. Hartstikke leuk. Jullie de verteld verhaaltjes aan vloggers. Wat leuk, hé! Dames en heren, dit is Ik wil je weg! Ja. Ik wil je weg hier! Ah. Het is één grote fanservice geworden hier, dus het is leuk mooi druk. Hey. Nou, we hebben ons slachtoffer gevonden. We wilden inderdaad met de ICNG een slagje Rotterdam doen. Maar we hebben besloten dat we dan gewoon met de trax gaan we dan een slagje Rotterdam doen. Deze tracks nemen wij naar Rotterdam en ook weer terug. Aangekomen op Rotterdam Centraal. Alright, we hebben even wat eten gehaald. En nu gaan we weer met dezelfde trein terug in de richting van Amsterdam. We hebben het slagje Rotterdam en we zijn weer terug in Amsterdam. Nou is de planning dat we naar Utrecht heen gaan om daar wat te kunnen eten. We willen lekker jaren 90 gaan rijden, dus we hebben besloten om lekker in de tweede klas te gaan zitten. Nee, top!
Hey Julian. Godverdomme! We zijn nu in Utrecht, hè? We hebben gehoord. Fucking ICE geen reet weer. Was eerst kapot, reet nu weer. Dan gaan we naar Rotterdam. We gaan naar Rotterdam! Nou, de groep was steeds groot, jongens. Deze trein nemen we naar Rotterdam. Déjà vu, dames en heren, we zijn weer terug in Rotterdam. En voor een reden, want de ICNG rijdt nu wel gelukkig. Ah, mooi, want we hebben daar namelijk de nieuwste. En we hebben de tractie ervoor naast staan. Ik ga voor de shits en giggles staan deze hele reis. Kijk. Nou, dames en heren, we hebben een hele cabine en de ICNG voor onszelf. Dit is een spottershok is dit geworden, schijnbaar. Dit niet helemaal zo, denk ik. Het is hier uitgegroeid tot een veerscoupé lijkt er wel op, jongens. Je moet zien, je bent echt de tijd van zijn leven. Ik mis je, Kali. Mooiste vrouw. Nou, dit slagje hebben we overleefd, dames en heren. We gaan nu hier de stoomtrein proberen te filmen met een beetje geluk. En dan wat eten. We hebben nu weer wat meer geluk, dames en heren. We kunnen nu een prima shot maken van de stoomlok. Eindelijk. Het avondeten is binnen. Nou jullie, wat vind jij ervan? Goed zo, hè? Ja, ik vind het goed geweest. Laten we de spooktrein naar Hengelo pakken. Dat is juist, een goed idee. Yes, laten we dat doen. Met deze ICM gaan wij naar Hengelo. Nou, Julian. Jan. Proost. Proost. Was een hartstikke leuke dag dit. Gezellig. We zijn nu op station Almelo aangekomen. Ja, hier nemen we even afscheid van Julian, want die gaat hier vanuit met de sprinter. Helemaal groot. Dag Bjorn. Dadaag. Dag. Nu even het belangrijkste van de dag testen. Nee, werkt niet. Nou dames en heren, dat was de vlog van vandaag. Het was echt een te gekke dag om het zo te zeggen.
van veel teleurstelling naar toch in één keer alles dat overhoop werd gegooid en waardoor het toch weer heel erg gezellig werd. Ja, mensen die mee zijn geweest, hartstikke gezellig verder, hartstikke leuk. Ik sluit de vlog hier af. Als je hem leuk vond, doe even dat duimpje omhoog natuurlijk en laat even een comment achter. En dan zie ik allemaal terug in de volgende vlog. Doei!